Als ik nou graag een gay vlag op mezelf als schilderen. Gay Piet. Ja, en transgender Piet, ah jongen, de wereld is hartstikke in de gek. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bij het Zwarte Pieterprotest tijdens de intocht van Sinterklaas, al rond november, stier ik in mijn eentje te demonstreren in het demonstratievak. Aan de andere kant stier Seeën Herke Brinkman en hier stuurde dit appje. Als weer een hoopman wil ik je nog even bedanken dat echt samen zouden van de morgen bij de pomp tegen de behalve dik 25 euro geweldig. We beginnen al hier even naar jullie op dat van een gehaktbaltje en drankje en even die auto in Carmico even bijpraten, geweldig. Stel, de intocht komt wel naar Friesland. Hoe moet dat dan oppakken? Jood haak al praat met Seeën om daaruit te komen. Er komt visite, visite, wat zullen we genieten? We wachten op de gast die straks zal komen. Hoi. Goeie. Hoi. Seeën. Hoi, en Joyce. Waar is die gehaktbal? Komt erom. We denken ergens een beetje oorzoer, de Zwarte Piet discussie. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd of ik tot een compromis kan komen. Als nou onkomend december, als het dan weer in Friesland is. Alleen net in Friesland, maar stel je voor. Dat het mooiste zou zijn gewoon dat het dan weer wie krijgt als in mijn jeugd. Gewoon normaal. Alles wat bij mij vroeger thuis gewoon wie is nu abnormaal. Ik herinner het komen, dan zei de meesten van kerst toen net gewoon. Dat ik achter huis pissie dan ook een milieudelict. Alles wat gewoon is, is net meer normaal. Oké, okay, maar... Dus, en waarom er alles verhoorie? Zullen we jij al met een gehaktbal? Yes. Alsjeblieft. Houd het bij, Steve. Lekker eten. Dank u wel. Het is helemaal net een kinderfeest voor iedereen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik jij die. Oké. Ja. Dus hoe kan je het dan nog een feest noemen als wiest? Dat is oren meestal de maiseros. Nee, maar dat is, dat besef hij niet. Dat, ik zou die man doen als een poolbeste man. Hij deelt cadeautjes, hij deelt snoepert. Dus ik zou het heel probleem met. Vies door de positie van een Zwarte Piet gelijkwaardig onder Sinterklaas? Nee, Sinterklaas is de baas. Een witte baas? Ach, en? Ik had zoiets van iedereen is gelijk, maar je meid ziet er een probleem van terug dat ze diep uit te spitten. Dus de leeuw is dat iedereen gelijk is? Ja. Oké, okay, en wordt iedereen gelijk behandeld? Ik vind van wel. Nou, er is onderzoek in en het is bewezen dat een wit iemand die had vers zitten, die solliciteert. En een zwart iemand die net had vers zitten en waren dezelfde opleiding. En we solliciteren allebei, dezelfde ervaring enzovoort. Dat diegene die vers had zitten, maar die wit is, wordt wel onom. En de persoon, de zwarte persoon, mij geen strafblad, wordt net onom. Dat is toch dan geen gelijke behandeling? Dan hebben we toch net dezelfde kansen? En dat is een onderzoek en dat is procentueel gewies, ja. Ik heb zelf boerlanders aan het worden, dus ja, ik kan er net om mij praten. Dus, En als het alleen maar witte meesters just in hoogopgeleide functies en just zwarte meesters in op lage functies, dan kan dat bepaalde gedachten die zelf veroorzaken, wetrostenheid is handelen. Wat verkleurigt het best? Iedereen kreeg wel een trouw in het leven. Ja, maar ik had het idee dat zwarte mensen vaker een trouw kregen in het leven dan witte mensen. Hoe vies toe dan dat het feest taken meer houden worden mag? Als ik echt mijn hele fantasie zou loslitten, ja. Dan zou het een... Hoe ziet Sinterklaas eruit? Sinterklaas zou een zwarte vrouw wezen. Een zwarte vrouw? Ja, echt. Ja. Mij een baard? Nee. Oh, wel een vrouw. Ja. En hoe komt het dat die sabot verbonden viel met die zwarte medemens? Dat die sabot. Ik viel me verbinden met al mijn medemens en ik met mijn vriezen. Ja, ja. Ja. En normaal wij dan kom je altijd op voor een groep waar je uit ontstaan. Is dat zo? Is dat normaal? Dat is een oergevoel. Nou, daar ben ik het net mee eens. Er zijn hele prutte mensen die. Mensen van Amnesty International, die vliegen oer om uit aan. En mensen die ver zitten in Irak en weet ik veel wat. Ja. Wel. Oké, dus doel was dat er wel een Sinterklaas is? Ja. Oké, man of vrouw? Ja, die man mannelijk blauw, die man had een baard, man is een stabiele factor, is al een jaar 100 jaar oud of zo, dus ja. Ik ken wel mijn leven dat er een Sinterklaas is, jawel. Maar?
Maar net als der zwarte pieten onderstinnen. Dat is klaar. En Sinterklaas mij ja, gekleurde piet. Maar die gekleurde piet, mij die wil gewoon een volledige kleur had. Dus ik... Zeker, want anders worden ze toch herkend? Dat bedoel ik. Maar als ik nou graag een gay vlag op mezelf was, kilderen. Gay piet. Ja, een transgender piet. Maar de wereld is hartstikke gek. Maak toch op met die rol. Hey, lekker divers. Nee, ophouden. Feest. Dat wordt nu bijna het leren. Oké, okay, maar als we... Oké. We doen één kleur. Red, geel, green, blauw, van alles. Zeg ik die dan maar die treien ben? Daar. Nee, best nog hartstikke gek. Waarom? Jongen, dan is voor mij, dan vier ik dat thuis wel. Dan haak ik iets van het landsbelang. Let het mooiste trok in. Maar hoe is het dan thuis vieren? Ik gewoon ouderwets, zat het altijd weer. En ik liet ze gewoon oude filmpjes van vroeger zien. En we pakken gewoon de oude intocht van Dokkum. En dan zien we een mooie Sinterklaas en Zwarte Piet binnenkomen. Al je bijen met vlagjes te wuiven. En wie dat krijgt of is nog zo. Dit is het ongekleurde Pieten en Witte Sinterklaas, een man. En dan kunnen we het alle jaar vieren. Doedels de thuis. Ik haal die gewoon op thuis en die ben. Zet ik gezellig kom. Soms eerst wijzen dat je dat net eerst bent. En dan gewoon wel een warm mening gunnen. En dan is het echt niet gekleed. Dat is het. Je hoeft er net altijd dus te komen.